En wat doe je hem aan als je hem een paar maanden in de cel gooit? Ja, nu zijn we bij de kern van de zaak. Dan is hij het dak boven zijn hoofd. We zijn bij de kern. We zijn bij de kern, zegt meneer Van Dam. De kern van de zaak. Kijk, voor mij, ik zit er ook helemaal niet zo in dat ik vind dat die rechters alles maar strenger moeten straffen. Ik heb van de week ook in de Kamer gezegd: als een rechter vindt dat het bijvoorbeeld bij het voorarrest moet blijven van een paar dagen in verzekeringstelling, be my guest. Maar waarom gaat deze man op pad? Ja. Dat heeft er onder andere mee te maken dat er kennelijk en ik wil het niet alleen op hem, maar bij mensen niet het idee bestaat dat er streng gestraft wordt in zijn algemeenheid. En dat je, als je inderdaad je baan als vrachtwagenchauffeur wil houden, dat je gewoon thuis bij moeder de vrouw moet blijven. U denkt toch niet jezelf in dit soort positie. Zo'n man die in zijn emotie besluit om te gaan demonstreren, eerst gaat nadenken of het wetboek erop naslaat om te kijken wat hangt me eigenlijk boven het hoofd als ik dat ga doen. Dat doet hij niet. Maar bovendien, hij is daar om te demonstreren, laat zich meeslepen door zijn emoties. Hartstikke fout, vond hij zelf ook. Hij had natuurlijk in de eerste plaats zelf aan zijn gezin en aan alle consequenties moeten denken. Maar je moet je ook kunnen voorstellen dat die emoties en die frustraties bij mensen soms vreselijk hoog zijn. Zeker bij kinderen van 15. Moet je dan dat wentelen we nu af op ME'ers, op politieagenten, op brandweermensen. Daar wentelen we dat op af. En daar vind ik dat een halt aan toegeroepen moet worden. Chris, ons kantoor is een beetje de huisadvocaat van de harde kern van Go Ahead Eagles. Ik zit in Deventer. Dus ik heb echt honderden hooliganachtige zaakjes gedaan. Die jongens, een deel van die jongens, die vindt dat mooi een beetje te rellen. Maar daar lopen altijd een heleboel meelopers lopen erbij. Ik heb talloze zaken gehad waarbij jongens in het gedrang komen, uit de reflex een duw geven, zich losrukken, iets dergelijks. Dat is dan dus geweld tegen de politie. Jij gaat naar de gevangenis, jij raakt je baan kwijt, jouw kinderen aan de bedelstaf. De rechter moet de keuze hebben. Die heeft die keuze niet meer als jongetjes die dom op de verkeerde moment op de verkeerde plek zijn, een verkeerde keuze maken, zich losrukken in de reflex, iets dergelijks. Of in de horeca 100 knokpartijtjes gezien. Je broer wordt gearresteerd. Hey man, dat is mijn broer niet doen. Je hebt een borreltje op, je geeft die agent een duw. Huppakee, de rechter heeft de keuze niet meer, opsluiten, alles kapot. Rechters, wat vinden de rechters zelf? De rechters zijn er enorm falikant tegen. Want die worden beknopt in hun vrijheid. Ja, precies.